circuit van Zandvoort werden tot genoegen van de liefhebbers nationale sportwagenraces gehouden. Boven verwachting spectaculair was de rit van de kleintjes. 15 speciale tourwagens die een gemiddelde van boven de 100 km per uur draaiden. En brutaal dat sommigen waren. In de wet staan al deze auto's omschreven als vierwielige motorvoertuigen, maar dat gaat hier niet op. De snelheid van de allerkleinsten moet een vingerwijzing zijn geweest voor het eindresultaat. Nummer 3 met garagehouder Tonio Hildebrand, die een topsnelheid van 134 km uit zijn baby had geperst, kwam na 14 ronden als eerste binnenstuiven. En u kan me van kleine auto's zeggen wat men wil, met deze zat het in ieder geval snor.